allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik voor jullie een unboxing van mijn nieuwe microfoon. Aangezien jullie nu het geluid onbewerkt horen, klinkt het een beetje raar. Je hoort een beetje ruis aan de achtergrond en een beetje, hoe ze dat in Amerika noemen, hiss. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar ja, mijn camera is bijna leeg, dus laten we even snel gaan filmen. Ik heb dus vanochtend deze microfoon besteld bij cameranu.nl. En die ga ik vandaag voor jullie unboxen. Ja, laten we gewoon maar gaan beginnen. Hier hebben we inderdaad de microfoon. Sorry voor alle irritante geluiden die mijn camera aan het maken is. Maar dit is in ieder geval de Rode VideoMic Rycote of zo. En die ga ik nu uit de verpakking halen. En ja, ik heb toch zo'n kabeltje bij gehaald. Dus ja, ik heb dit eigenlijk gekocht omdat de geluidskwaliteit echt heel slecht is van een DSLR. Eigenlijk een spiegelreflexcamera. En dus leek het mij een goed idee om een microfoontje te kopen. Nou, dit is dus de microfoon die ik heb gehaald. En het is, er zit zo'n zacht ding op. En je hebt ook zeg maar de VideoMic Go. En die plug je gewoon in en dan ben je klaar. Maar deze moet je daadwerkelijk ook gewoon aan en uitzetten. Dus als je je audio uit hebt staan, dan heb je gewoon een hele verneukte video. Maar ja, dat gaan we de eerste paar keer wel een keer meemaken. Dan moet hier de batterij in. Ik ga nu de microfoon in mijn camera stoppen en kijken hoe de geluidskwaliteit is. Oké, dit is dus de microfoon. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen. Er staat wel dat hij aanstaat. Maar ik hoop dat het geluid een beetje mooi klinkt. En anders als net. Maar in ieder geval, dit is zeg maar een normale. En dan heb je hier ook nog op de achterkant een soort van 80 HZ staat erop. Ik weet niet precies wat het betekent, maar we gaan het uitproberen. Nou ja, dit is met 80 HZ. Ik weet niet wat het is. Maar zo klink ik dus als ik de microfoon dichtbij hou. Ik ben eigenlijk van plan om nog eigenlijk zo'n soort van standaard. En dan is die buiten beeld, maar wel heel dichtbij, zoals nu. Dus dan klink ik wat beter. Maar eigenlijk, ik zal ze eens op de camera zetten. Nou ja, zo heb ik de microfoon hierboven op mijn camera staan. Ik hoop dat ik een beetje prima klink. Tenminste, als ik hem überhaupt aan heb staan. Ja, hij staat op 80 HZ. En ik ben nu een beetje aan het testen of je de lensgeluiden nog een beetje hoort. Maar over het algemeen, ik heb net teruggeluisterd. En ik ben heel erg blij met het resultaat. Het klinkt prima, het klinkt beter, je hoort geen ruis. Dus ik ben tevreden. Yay. Het is echt raar om zo'n ding opeens in beeld te hebben. Maar ja, ik hoop dat het mooi klinkt. En ja, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei doei!